iedereen. Welkom op deze video. Welkom in mijn kanaal. Ik ben Carina. Mijn kanaal is Vloeiend Vlaams. Waar ik het met jullie ga over hebben vandaag is het verschil tussen i en ie. Wat is dat? Zal je je misschien afvragen. Maar als wij schrijven bijvoorbeeld België. Kijk, we zetten twee puntjes op de E omwille van de uitspraak. Want als wij gewoon de I plus de E hebben, dat is onze tweeklank, en dat wordt uitgesproken I. Dus je weet, als wij I plus E hebben, is I. Maar hier heb je ook I plus E, maar het is niet België, het is België. En daarom zetten wij op de E twee puntjes omwille van de uitspraak. België. Om te weten dat we de twee letters apart moeten uitspreken. I, E. En de E wordt als E uitgesproken. Maar bijvoorbeeld dit. Hier staan geen twee puntjes op de E. Dat betekent dat we de I gewoon als I moeten uitspreken. En de T wordt als S uitgesproken. Politie. Politie. België. Nu, meestal de landen die op I en E eindigen, hebben twee puntjes op de E, want je zegt I. België, Australië. Dus die eindigen allemaal op ie. Politie. En deze. Hoe zou je die zeggen? Familie. Dus maak duidelijk onderscheid tussen ie en i. Zeg niet familie. Oké, we gaan dat wel begrijpen, maar het is verkeerd. Familie. I. Politie, België. Dus denk eraan, I plus E is I, maar I plus E en twee puntjes daarop is I. Bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video. En abonneer voor mij op mijn kanaal Vloeiend Vlaams. Dag!